Ja, lieve Het Was Weer Watjes. We zijn er weer voor een nieuwe aflevering van Achter de Schermen met uw gastheer Pieter-Jan Marchand. Ook wel gekend als Snedige Filet sinds enkele weken terug. En wie is hier ook vandaag? Dat is de brombeer van de podcastwereld. En vandaag ook weer te zien in een prachtig two-shot, Jeff Bronder. En ook daarin is hij present. Ja, hij is present eigenlijk. Present. Ja. En ook onze gasten van vandaag. Prachtige affiche, dat geef ik nu al weg. Maar die luisteren ook naar bijnamen. Ten eerste hebben we hier als Media Insider. Ze luistert naar de naam F-Dog of The Germinator, dat is natuurlijk Fien Hermijns. Hey! Hallo! Ja, graag de Germinator. De Germinator. De rest van de dag. En de E-lister van de week, die luistert naar de bijnamen De Nauwe, De Varossem, Meester Joris, Chism. Ja, mij. En de koning van het Vlaamse lied natuurlijk. Het is Meteor. Hopla. Niet achter middenbermen, niet achter twee dorpskernen, maar achter de schermen. Het is toch juist, hè? Chism. Ja, dat is echt straf dat je dat allemaal weet. Ja, dat is de research die eraan vooraf gaat. Amai, knap. Ja. Oh, dat was mijn eerste bijnaam. En dan Jism, ja. Ja, dat klinkt een beetje vies. Ja, ja dat klinkt... Ja. Ja, dat was Joris van Rossum. En dan heeft er daar een of andere mafketel, Jism, van gemaakt. Van Joris... Jism. Ja, ik was ook ergens 4 uur s'nachts. Zeg maar, Fien en Jism. of Germinator en Jism. Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Eigenlijk heel weinig, hè? Ja. Zien we elkaar, hè? Sterker nog, er hangt een beetje een verhaaltje aan vast, hè? Aan hoe goed jullie elkaar kennen. Ah, ja, juist. Ja, ja. Oh, leuk. Ja, ja. Je hebt het eens een keer ergens gezegd. Ik kreeg dat doorgestuurd van allemaal vrienden. Het ging over een vraag over Meteor. En ik weet niet meer wie er allemaal in het panel zat bij jou. Het was voor het eerst Switch BV's voor de warmste week. Aha. En ik werd gevraagd als kandidaat. Ja. En er ging een vraag over u. Ja. Ik was wel de eerste die het wist. En toen vroeg Adriaan van den Hoof. Wat vinden dat en vinden dat ook goede muziek? En ik zei... Oh. En dat was het eigenlijk. Nee, echt waar. Meer mening hing daar niet aan vast. Ah, okay. En ik denk inderdaad dat uw omgeving dat gezien heeft. En toen kwam ik u tegen op de Mias. En je hebt dat keisportief opgenomen. Ja, tuurlijk. Maar wel benoemd. Je bent wel naar haar gegaan en zegt, ah, hier, Germinator. Nee, maar ik vind dat altijd heel leuk. Ik weet, ik heb zo... Mijn familie en vrienden die zijn er blijkbaar heel gevoelig aan. Ja. Onlangs heeft de nieuwe weervrouw, Jacot, ook nog zo eens een uitspraak gedaan. Maar dat was wel echt heel fel. Ja, zij zei echt, hell no. Ja, ja, en fucking slecht. En zo van die dingen. Oh, nou, maar oh, ja. Dan hebben we elkaar tegengekomen in de VRT-gebouw en was dat eigenlijk helemaal in orde. Jeff, voor we ook echt beginnen, is er nog een rectificatie van doen. Ja, dat klopt. Er wordt hier af en toe iets gerectificeerd. Dat wil zeggen dat er de week daarvoor een volledige foute informatie verspreid is. Een echt een te grote fout en die zetten we dan recht. Het gebeurt hier regelmatig. Hè? Vorige week ging het hier over dat mogelijk glitters dat die verboden zijn. Ja, hè, omdat shows, die, van die kankerverwekkend of zo zouden zijn. Dat is ook zo, maar die zijn nog niet echt verboden. Okay. Want stuurt iemand, glitters zijn niet verboden. De fabrikanten mogen geen meer bijmaken zolang het niet biologisch is. Dus de glitters die nu nog te verkrijgen zijn, mogen de komende 12 jaar nog gebruikt worden, zolang de voorraad strekt. Oh. Over wat voor glitters is dat zoiets? Het plafond komt zo? Als je... ook wel, er zal in een meteorshow toch op een gegeven moment glitterkanonnen ingezet worden of zo, niet? Ja, dat was onverwachts in het Sportpaleis eigenlijk, want ik wou dat niet. Maar het was er toch. Het was er toch. Opeens is het er. Wel, de kans is reëel dat dat nog van die oude asbest dragende glitters zijn. Is het echt asbest dragend? Nee, volgens mij gaat het toch eerder over van die mini-glittertjes. Om mee te knutselen. Dat je zo met prit op een papier doet. En dan zo kunt plakken. Ah, zo. Okay. Voilà, maar zo zie je toch maar dat deze podcast niet alleen glamour is, maar ook glitter. Ja, heel mooi. En dan open ik nu de podcast officieel met de officiële openingsvraag. Joris, hoe was jouw week achter de schermen? Goed eigenlijk. Ja? Ik heb heel veel vergaderingen gehad. Rond al het nieuwe album, dat we pas in 2 jaar gaan uitbrengen. Maar allee, leuke dingen. En ik heb ook heel veel ontspanning gehad. Voetbalwedstrijden bijgewoond. Ik heb zo lange tijd therapie gevolgd, omdat ik het allemaal zo niet meer echt goed bereiken had in mijn kop. Ja. En ze zei, Joris, wat vonden vroeger altijd leuks? Ik zeg, ah, voetbalwedstrijden kijken. Dus dat ben ik nu dus heel vaak aan het doen. Ja. Dat gaat gepaard met de nodige drankjes. Was dat ook verplicht van bij de therapie? Of? Ja. Dat is een samenwerking met een AA, dus die weten allemaal, binnenkort komt Joris vandaag. Ah, ja. Je gaat dan naar AA Gent gaan kijken. Ja, dat is zo'n beetje. En dat is gisteren nog een verjaardagsfeestje gehad van iemand van mijn band. Ja. Ook de nodige drankjes. Dus, dus er is een kleine kater aanwezig. Klein beetje wel, ja. Maar je zegt dan, verhaderen over het nieuwe album dat binnen 2 jaar uitkomt. Allee, ongeveer. Ja, wat moet ik daarna zeggen? Dus het Sportpaleis, we hebben onze show gedaan en dan de dag nadien zit ik in mijn zetel en dan denk ik, oké, we moeten nu beginnen met al iets nieuws. Want album 3 moet niet opnieuw zoiets zijn, maar ik zing liedjes over
mijn leven. Oh, ik heb dat meegemaakt. Zijn jij uw eigen nu onderuit aan het halen? Nee. Maar dat, ik probeer altijd wel even zo mijn eigen te bekijken. Van oké, dat is nu gebeurd. We hebben daarover geschreven. Ja. Wat nu? En dus, dat vind ik wel leuk. Er komt een album aan vol voetbal-anthems. Ja, dat zou en kunnen. Ook oorlogsproblematiek. Wel relevant te blijven. Ja. Misschien ben je ook wel bezig geweest met de nominaties voor de MIA's. Ook zeker. Want die zijn binnengekomen. 5 nominaties. Is hij genomineerd? Hij is 5 keer genomineerd. Ja, toch. Nederlandstalig solo album, hit onder andere. Als je er één moet kiezen, welke wil je graag winnen? De hit van het jaar dan? Misschien? Doe mij maar de hit van het jaar. Ah, dat is een vraag, hè. Ja. Als Gretje moet winnen. En waarom de hit van het jaar? Dat is een rood beeldje. Ja. Dus je hebt witte en rode. Ah. En het is heel grappig, want heel veel vrienden van mij hebben kindjes en die komen dan met mij op bezoek. En dan zeggen die, er hangt ook een foto naast van de eerste keer. Dat was naast Angèle mocht ik dan staan en dat vond ik toch wel iets speciaals. Ja. Ook met Bazaar erbij en al, dus voor mij was dat wel echt een geweldige foto. En dan zeiden ze, ja, wat zijn die rode beeldjes dan? Want dat heb jij niet. dat heb ik niet. Dus nu, om op je vraag te antwoorden, dat zou leuk zijn. Moest dat ooit bij komen. Ja. Voor als de kindjes dan komen, dan is dat natuurlijk geweldig. Nee. Zeg, voor die MIA's, wat ik mij afvraag, moet je daar eigenlijk ook zelf voor inschrijven om deel te nemen? De music industry, hè, nomineert u. Wie dat dan nu juist zijn? Nee, maar het is niet dat je je toch moet opgeven. Zo van, kijk, ik denk ook graag mee naar de prijs. Ik denk dat uw entourage dat een beetje doet. De vraag komt natuurlijk, omdat een tijd geleden hadden we het hier over de podcast awards, de oorkondes van de Standaard, waar we toen lachend zijn van, oh, we vinden dat niet erg dat we niet genomineerd zijn. Maar natuurlijk achter de schermen was dat wel, kwam dat wel hard aan. Ja, dat was wel heftig. Ja. Maar toen bleek dat een beetje misplaatst was, ons wantrouwen, want eigenlijk hadden wij ons daar zelf voor moeten inschrijven, zo bleek. Och. Ja, en blijkbaar is dat ook zo bij de Oscars of bepaalde film awards, dat je wel de film moet insturen. Dat die producer of zo, die stuurt dat wel dat in. Dat zou ik heel pijnlijk vinden als dat zo werkt bij ons. Ja, want dan moet je dus beslissen, gaan we dit jaar voor hit van het jaar? Dat kan toch niet, want ik denk echt dat er dus bepaalde mensen, echte kenners, dat die ons nomineren, denk ik. Ja, maar nee, die beslissen uiteindelijk wie er op de shortlist komt. Ja, maar je moet op de radar geraken. Ja. Ja. Maar hoe kom je op de radar? Door een formulier in te vullen. Denk ik. Maar als hier iemand luistert die de MIA's organiseert... Dag MIA. Help ons. Ja, help ons alsjeblieft. Fien, ben jij ooit aan de MIA's geweest? Ja, ik heb er vorig jaar in mogen uitreiken. Oh, ja, dat vond ik heel bijzonder. Krijg je dan een tekstje wat je moet zeggen? Nee, of mag het zelf bedacht, hè. Ah, ja? De talent, hè. Dus ze zeggen dan zo... Ik zeg het gewoon zelf. Benoemen, hè. Ze zeggen dan, Fien, je bent zo'n talent. Ja, je mag zelf kiezen wat je zegt bij... Wat moest je uitreiken? Oh, wat was het weer? Camille heeft gewonnen, dus het gaat Vlaams. Best alternative dan. Dance was het. Nederlandstalig. Dat was Nederlandstalig. Het. Ja. Beste Nederlandstalig. Zat er echt een naam op de papiertje trouwens? Ja, wel. Ah, echt. Ja, okay. En weet je dat ook pas op het moment? Nee. De dag zelf of? Nee, ik denk dat dat... Paar dagen op voorhand. Nee, het was de dag zelf. Dan wist ik het pas. Ja, want ik mocht ook een kastaar uitreiken. Ah, ja. En dat was in een categorie waarin Bart Cannaerts genomineerd was. Ja. En ik wist al heel de dag dat hij ging winnen ook. Maar wij trokken heel de dag samen op. En we waren al aan het fantaseren van wat er zou gebeuren als Bart zou winnen. En dan dacht ik al heel de dag, ik weet het al. Fien, hoe was jouw week achter de schermen? Ja, dat is op zich geen geheim. Ik heb Switch BV's al voor een stuk opgenomen. Ja. Dat was zeer aangenaam. Ik heb me laten vertellen dat dat 5 opnames op een dag zijn. Ja. Dan neem je 5. Wat? Ja. 5 afleveringen aan elkaar. Een hele week. Op. Dat zijn super lange dagen. Ja. En dus het publiek wisselt ook heel de tijd van plek. Aha. Maar er wordt wel van hem verwacht dat zij ook de volle 5 afleveringen blijven zitten. Dus dat is een heftige dag voor iedereen. Ja. Maar dus BV's die samen quizzen in een quizprogramma, voor het goede doel, hè. Ja. Dat is BV Switch, waar ik ook nog een leuke anekdote over heb, als ik mag. Ja. Of een pijnlijke anekdote. Of een pijnlijke anekdote. Ik weet het, jongen. Ik vind het wel een heel leuke anekdote. Jij vond het heel leuk, hè. Ja. Ik zal het maar vertellen. Ik werd vrijdag, zat ik zo nog alleen in de achter de schermen headquarters in Vilvoorde. Ja, ik was al naar huis. Je was al op weekendje vertrokken. Ik nog wat paparazzen aanvragen en doen voor awardshows en zo. En ik word gebeld door iemand van het productiehuis, Panenka. Mm-hmm. Ken je het productiehuis? Zeer goed, ja. Ze maken onder andere BV Switch. Ja. En ze belden, ze zeggen, we gaan eerlijk zijn, een van onze BV's is ziek. En we dachten aan jou om hem of haar te vervangen. En uw hartje. En mijn hart maakte een bonste. Sprong. Ja, maakte een sprong. Ik dacht ook wel, ik heb eigenlijk een verjaardagsfeestje, maar dan kan ik ook later toekomen. Oké, ik doe het. En dus moest ik dan 5 kerstige outfits verzamelen en zo. Heb ik ook gekeken naar het BV Switch van vorig jaar. Oh, sorry ook. Een beetje ook. In te werken. Ja. En ze zeiden er ook wel bij,
Het zou kunnen dat de persoon in kwestie morgen nog geneest en dan ben je ook echt niet meer nodig. Ja. Ik ben dan genezen en dan ben ik toch eruit. Nee, het was Joris Brijs eigenlijk. Echt? Ja. Dat wist ik niet of ik dat wel mocht zeggen. Jawel. Dus het was inderdaad Studio Brussel presentator Joris Brijs die een beetje ziek was. Ja. Maar beter is geworden. Mm-hmm. Dus Heel goed geslapen en ineens was hij terug. Jullie hadden dan toch kunnen zeggen, we hebben een vervanger, Pieter Jan, je moet niet meer komen, Joris, ook al zijn de genezen. Nee. Sorry, Joris, eigen schuld. Ik kreeg de volgende ochtend een sms'je. Joris heeft goed geslapen en wil heel graag mee spelen. Je hoeft niet meer te komen. Het zet me weer met beide voetjes op de grond. Ah, ja, okay. En mij ook. En jou ook. Ja. Jij was natuurlijk nergens niet in dit gevraagd, verhaal. Nee. Ik heb ook nog iets anders over mijn week, wat ook leuk is om te vertellen, nu je toch zijn. Deze week kwam minister Annelies Verlinden, Binnenlandse Zaken, bij mij langs voor de Slimste Mens Morning After podcast. Ja. En ik had me er eigenlijk al een beetje op verheugd, want als zij meedoet aan de Slimste Mens, dan moet heel dat gebouw gesweept worden door de Secret Service. Aha. Als zij ergens in een gebouw betreedt, moet dat eerst gekleed worden. Met honden en al ook? Nee, mensen. Okay. Bodyguards. Snuffelende bodyguards. Mensen die op honden lijken. Mensen die op honden lijken, moeten dat dan helemaal uitkammen en zijn clear. En dan mag ze binnenkomen. Dus ik had mij ook al wat verheugd dat dat bij mij ook ging gebeuren. Dus ik stond zo al op de tafel, wat gepositioneerd, klaar voor een gefouilleerd te worden. Ja. Maar het was maar één bodyguard, gewoon de lachse man. Ook die zo, dat ik dacht van, als ik wegloop, denk ik dat ik sneller ben. Oftewel heb ik natuurlijk bepaalde bodyguards niet gezien. Want dat zijn ook de beste. En die verkleed waren in het decor van de morning after. Ja. Dus als we misschien nog eens goed naar de aflevering kijken, dan zien we ineens zo twee oogjes knipperen. Ja, misschien een pistoleer dat daar lang. Ja. Zo'n bodyguard. Zo'n fruitmand op zijn hoofd. Kan. Ja. Hebben jullie ooit al bodyguards gehad? Met de Gentse feesten? Ja. Dat vond ik heel eng. Ik moest daar optreden. En ik kreeg toen 6 bodyguards plots. Ik zei van, dat is toch allemaal niet nodig. Ja, dat was dus wel nodig. Maar dat was heel eng. Want na het concert, ik wandelde het podium af. En ik ging dus naar de auto. En ik werd begeleid door 6 bodyguards effectief. Ik vond het al heel ongemakkelijk. Om daar zo in het midden van een cirkeltje te staan. En effectief, zoals in de films, mensen die daarin wilden springen. En dan eruit werden gegooid. Voor, rustig met die mensen. Dat was echt heel gek. Dus het was nog zotter dat er een man een gehandicapte kaart... Dus een parkeerkaart, los in ons groepje geworden. Dus ik was aan het wandelen en die 6 mannen op mij. En ik ben gehandicapt, ik mag met jou op de foto. Huh? Wow. Ik werd daar heel onzeker van. En die mannen, dat zal wel zijn. Hup, dat kaartje terug weg. Dus ik zeg, kom mee naar de auto. Ja, die mannen, wat doe je nu? Ja, dat was een circus. Dus die man is inderdaad zo achter ons gewandeld en tot in een auto gekropen. En dan ik zeg, allee, kom, we gaan de foto. Maar dat was voor de eerste keer dat ik echt bodyguards had. Ik vond dat heel raar. Fien, ook al bodyguards? Oh, nee, nog nooit gebeurd. Nee, ik heb een keer omringd worden door 6 man. Hoeft niet. Maar ik heb zelfs geen 6 kanten om te beschermen. Maar ik heb... ik heb wel heel veel kanten. Maar ik heb een vriendin die daar een hele goede sensor voor heeft. En zo op festivals, ik vind het eigenlijk ook leuk om met mensen te praten. Die zijn meestal ook heel erg vriendelijk. Ja. Mm-hmm. Maar dan heb ik dus mijn beste vriendin en die is er heel vaak bij, gewoon voor het plezier. Ja, ja. En dan op den duur zegt hij wel, allee, kom, wij gaan dan verder. Hè. Dus dat is het verste dat een bodyguard bij mij al is gegaan. Psychologische bodyguard. Ja, zo van, hier gaan we nu even weg blijven. Hè. Zo, ja. Dus als je bij mij staat te praten en een vriendin trekt mij weg, dan zijn we echt wakko. Dan hebben we het door. Ah ja, dan is zij geanalyseerd. Ja. Oké. Oké, goed. Interessant. maar Joris, je vertelde daarnet dat je aan het vergaderen bent voor een volgend album. Ja. Wat dat zo zou kunnen worden of zo. Maar ben je dan eigenlijk nu ook al bezig met het schrijven van dat album? Of? Brainstormen zo'n beetje, van wat willen we doen? Stel je voor dat je zegt van, we gaan een reggae-album doen. Dat gaan we niet doen. Ja. Maar ik hou van reggae bijvoorbeeld. Ja. Dan zegt bij ons waarschijnlijk het management van, nee, dat gaan we niet doen, jongen. Ja. Dan zeg ik, maar ik zou toch heel graag een reggae-nummer maken. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. En dan zeg ik, jawel, we gaan dat wel doen. Maar dan moeten we dus iemand zoeken dat daar mee aan de slag kan samen met mij. Dus dat is eigenlijk heel saai. Gewoon tegen elkaar lummelen en zeggen, ik wil dit. En moet. Je hebt dan altijd 2 kanten. Je hebt dus het hart van de muzikant en van de artiest die zegt van, ik zou daarover willen schrijven. Ja. En dan heb je de commercianten eigenlijk in ons team die zeggen maar dat zou niet goed zijn voor de commercie, dat zou niet goed zijn voor de radio's. Denken die dan vaak zo, we moeten hetzelfde maken, want dat werkt? Ah, dat is een goeie. Ik wil dat bijvoorbeeld niet. Nee, dat kan ik niet. De commerciële mannen bij ons. Oh, eigenlijk ook niet. Die zijn precies wel mee in dat verhaal van vernieuw maar en zoek maar eens. Een verhaal. Want is er zo bij tv-programma's of zo, wordt dat vaak wel gedaan? Maar ik weet niet of dat bij muziek ook gedaan wordt. Zo van die marktonderzoeken. Zo. Bijvoorbeeld, welke songs slaan aan en waarom? En dan komt er een woordenwolk ook vaak. En dan komt er een woordenwolk. Ah, ja, dus de ideale volgende plaat van Meteor is dat en dat. Ja. Is een duet met die persoon. Ah, zo ja. Is dat iets dat bestaat of niet?
toen ik begon met muziek maken, was dat er zo precies wel van. Het moet dat zijn. En dat verandert ook altijd. Ah, ja. Want er is zo altijd iemand die dan ineens een hitje heeft en dan zeggen ze, oh, het moet dat zijn. Het moet dat zijn. Ah, ja. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon schrijven wat je voelt. Dat heb ik altijd. Ik haal ook het woord hit en zo precies van. En net zoals bij samenwerking, zoals je zegt, van ja, moeten we niet met die gaan samenwerken? Nee, dat moet, ik vind altijd, dat moet op het moment zelf komen. Heel toevallig. Stoemelings. En is er al ooit al een marktomonderzoek over jou gedaan? Ja, elke keer. Ja? Elke keer? Ah ja, nee, maar nee, ik bedoel... Elke uitzending. Elke keer. Na elke afgelopen reeks wordt er bevraagd. Van Switch bijvoorbeeld? Of, ja, een groep mensen. Ja. Of de dag van vandaag, of alles waar je aan meewerkt. En dan uiteindelijk komt er een woordenwolk. En het schijnt dat je weet dat je goed bezig bent als je zowel in de categorie voorkomt wat vond je heel goed aan het programma als wat vond je heel slecht aan dat het programma. Dat je dan uitgesproken bent. Ja, voilà. Dus je naam komt in beide bevragingen altijd heel groot aan bod. Maar dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Ja, anders zijn de grijs en dan raakt je niemand. Ah ja. Dus je wilt eigenlijk in je beide wilt vakjes een terugkomen. Beetje polariserend zijn. Ja, dat moet dan, denk ik, want anders betekent je weinig. Wie zijn de groep mensen die bevraagd worden? Sorry, de kijkers? Gewoon een steekproefje. Komen daar dan ook dingen uit die raken? Van dat wist ik niet. Er raakt mij positief altijd één ding. En dat is dat ik bij programma's waar ik aan heb meegewerkt altijd hoor dat we een heel jonge doelgroep ook aanspreken. En dat vind ik grappig, want die worden benoemd als 4+. Dus vanaf dat je meer dan 4 jaar bent, behoort je tot die 4+, doelgroep. Ja, 4+. En dus de programma's, die scoren wel, ook bij de jeugd. Daar ben ik dan blij om, want de tv-makers hebben soms moeite met de jeugd te bereiken. Ja. Maar over het liedje schrijven, dan, dus stel, je hebt dan gezegd van oké, we gaan een reggae-album maken, alsnog, tegen de wil van de conversanten. Hoe ontstaan dan uw eerste liedjes? Is dat stoemelings? Is dat ook zo, ik sta in de douche ik zit in de auto? Of ga je er echt voor gaan zitten en zeggen, ik ga nu vandaag een keer 5 liedjes bedenken? Nee, dat kan allerlei kanten op gaan. Soms zit ik in een auto inderdaad, en een melodietje. Ik kan geen instrument bespelen. Ik heb daar het geduld niet voor gehad om dat te leren. Ja. Dus ik had zoiets van, oké, ik heb melodieën in mijn hoofd, ik word daar s'nachts mee wakker, ik neurie of ik zing dat in mijn recorder, ik op mijn gsm, en ik stuur dat door naar de companions, Sascha en Stefan, en zij maken daar iets mee al. Dan spreken we af, schrijven we een tekst, maar meestal is het zo dat wij afspreken op een random moment, zeggen van, we voelen het nu, we hebben tijd, ja, we gaan afspreken. En dan babbelen wij een uur over wat ik de voorbije tijd heb meegemaakt, waar ik mee zit, waar ik al lang over wil schrijven. En dan eigenlijk een uurtje babbelen, ondertussen alles opschrijven. En dan heb je alle content een beetje om te gaan schrijven rond dat lied. Dus wij schrijven puur gevoelsmatig. Ja. Nooit, ze mogen tegen ons echt niet zeggen, maar je moet nu schrijven, want we moeten nu een hit hebben en dan moet het kort. Nee, dat gaat niet. Nee. Maar dat zijn de companions. De companions. Zo, dat zijn nu twee. Ja, Sascha en Stefan. Waar je alles mee schrijft. Die zitten aan de gitaar en de piano. Ja, die kunnen eigenlijk alles. Ja, dat zijn producers, maar ook schrijvers. En die zijn heel goed met tekst ook, heel goed met melodieën. Ja. En dat zijn twee schatten van mannen. Die komen niet buiten. Oh. Ik ben er jaloers op. Zo. Die hebben al 15, 16 jaar dezelfde vriendinnetje. Gaan daarmee trouwen, alle twee ook. En niet met dezelfde natuurlijk. Hè. Nee. Maar die zitten altijd te schrijven in hun kot. Ja. En soms gaan wij eens een weekje naar de Ardennen of zo. Niet gelijk de echte grote mannen naar Ibiza, maar wij naar de Ardennen. Ja. Wij gaan dan eigenlijk in the middle of nowhere zitten. Poppenhaan bijvoorbeeld ook gedaan. Ja, Poppenhaan. Ja. En dan een weekje schrijven. En die mannen slapen ook amper. Dus dat is van 9 uur 's morgens tot 3, 4 uur 's nachts. En alles wat je voelt, schrijf dat in. Ja. En waar heb je die gevonden? Denk zo toch. Tinder. En dan door de verkeerde kant. Die komen dan op het pad. Ja, de een of de ander. Die waren toen ook met Pommelien aan het schrijven trouwens. Hmm. Daar schrijven ze ook heel vaak voor. Maar het vertrekt dus altijd van wat melodie-ideetjes. Ik wil dat nu gewoon echt heel graag eens horen. Heb je op je gsm zo nog een basisversie van later een grote hit staan? Ik zal eens kijken. Hè. Er is niemand die ik anders wil. Er is zoveel dat ik veranderen wil. Doe mij nog wel genoeg zo voor elkaar. Dat was 1 op een miljoen, de eerste versie. Maar dat is dus helemaal iets anders geworden, blijkbaar. Alleen? Ik weet het niet meer. Doe mij nog wel genoeg zo voor elkaar. Dat was dus de eerste zin. Dus zoiets. Zijn er ook nummers die het niet gehaald hebben? Ja, nee. Dat je denkt, dit is echt rommel gewoon. Op een dag vond ik het goed, maar... Heel veel eigenlijk. wacht, ik weet ervan. Dat vind ik zelf... Ik weet ervan. En die hebben uiteindelijk Neppe Tranen, heette dat dan. En ik vind dat eigenlijk een heel tof refreintje. Het is wel... Ik weet niet of ik het mag laten horen, maar het zal wel. Misschien beter dan een reggae-versie, dit. Zo een halveren in tempo. Maar dit is al een demo, eigenlijk. Hè? Dat is een demo, maar dat begint dan met...
zoiets. Daar kom jij mee dan, naar de companions. Met een ideetje, ja. En die zeggen dan, dit doen de magic. En ik vind dat keileuk, want sommige mensen zeggen tegen mij, jongen, als jij nu eens gewoon gitaar zou leren spelen of piano, maar dan komt het, dan zou je veel meer kunnen verdienen, hè, want je maakt het helemaal alleen. Hè. Ah, ja. Ja, dat is waar, maar dan is het proces weg. En ik vind dit nu een heel leuk proces. Alleen te doen. Maar wat doe je dan met die liedjes, zoals je net ook liet horen, zo, een lied dat dan niet afgewerkt wordt? Wat doe je daar dan mee? Ik kom heel veel artiesten tegen, ook in Nederland en in België. En als die zeggen, ik ben eigenlijk op zoek naar een nieuw nummer, dan denk ik, hier zijn er een paar ik misschien. Ik heb hier nippe tranen voor u. Nippe tranen. Als er ooit iemand komt met nippe tranen. Ik heb het geweten, of wat was het? Nee. Ik weet ervan. Ik heb het geweten. Ik heb het geweten, zeg. Allee. Maar als je meedoet in BV-switch, ik heb het geweten. Ik heb het geweten. Ja. Dat is, soms heb je zo'n nummer. Ik en de companions vonden het... Maar jij mag het hebben. Nee, dat is dus het moeilijke. Want dan moeten we dus blijkbaar gaan zeggen, dus we hebben in de tijd ook heel veel nummers gekregen, van het paste niet in de boodschap van ons album. Of in de stijl. Wat standaard ook effectief kan natuurlijk. Hè. Ja, ja. Want bijvoorbeeld Eigen Schuld, ons laatste nieuwe nummer, is zo'n nummer dat iemand had geschreven. Niet de tekst, maar de melodie wel. Ja. En dat lag al 3-4 jaar in ons demo-bakje. Ah, bon. En plots komt dat terug naar boven en ik moet een boertje laten. Maar dat was stil. Ik was er niet gauw ook. Dus je weet dat nooit. Ik krijg dat doorgestuurd. En... Ja. Ik dacht dat nummer, ik moet een boertje laten heten. Dat was in het begin ook zo. Ja. Sorry, ik moet een boertje laten. Zoiets, ja. Ik denk dat wel heel veel mensen kan raken. Ja, sowieso. Veel last kan ruiken vooral. Heel veel mensen kunnen dat ruiken. En je gaat ook op schrijfkampen. Ja, schrijfkamp, ja, dat is dat. Dat is wel iets heel leuks, hè, want zo heb ik bij Snelle op een schrijfkamp, noemen ze dat dan, ben ik toen geïnviteerd. En de mensen die daar dan een hele week zitten, die zijn dan ook, die feesten dan wel blijkbaar daar, die drinken ook wel, die hebben FIFA spelen en zo, deden ze ook daar. Ja. Oh. Maar je komt dan binnen in een soort van sfeer en je gaat schrijven, iedereen zit zo textueel, heel sterk in. Ik vind wel, zo'n schrijfkamp bij anderen, like bij Snelle, dan hangt er zo'n soort van druk. Plots, van oei, je hebt daar een dag, want een andere wordt het. De dag voor mij is dat bijvoorbeeld Jaap Rezema, dan ik. En een dag na mij Suzanne Freek. En zo en zo en zo. Dus het wordt zo'n beetje een stress. Een beetje we moeten opleveren. Hier wel, ja, we moeten hier wel iets ik doen. Ik ben hier nu, dan moet ik het met anders lopen. Mag je nooit meer naar het kamp komen. Ja, zoiets, ja. Ja, dat wel. Maar als we dat zelf doen, niet. Hè. Dan zie je ze kijken van gisteren was het toch beter met... Jan, die zat er ook. Ik moet wel zeggen, dat ging echt een bord met de liedjes die ze al geschreven hadden. En daarnaast stond dan effectief geschreven van sowieso radiohit. En dan daarnaast ook een nulletje van, dat kunnen we niet meer doen. Dus je staat voor dat bord, je komt binnen en je denkt, wat gaat er hier morgen staan bij mij? Ja. En dus de personen, Suzanne en Freek, kwamen na. Ja. Wat staat er op het bord bij ons? Ja. Een nul, sorry. Ja, een nul, dat was een nul. Nee, het was goed. Het was goed. Dat was dan bij ons, kijk ons nou eens samen. Ik heb het gevoel dat jij grote fan bent. Van zijn muziek. Pieter Jan is zo'n beetje de singer-songwriter van Supercontent. Die nooit helemaal is doorgebroken. Nee. Dat ging ik nog vragen eigenlijk. Want wij gebruiken dan wij gebruiken voor onze songs. Dus we hebben zo wat eerder ludieke, mogen we zeggen, liedjes gemaakt. Maar toch ook het Nederlandstalige lied. De schrijfmatinee eigenlijk. De schrijfmatinee doen wij dan zo'n keer. Maar wij gebruiken daarvoor heel veel rijmwoordenboek.nl. Is dat een taboe op zo'n schrijfkamp? Als je zo stiekem op je gsm zo rijmwoordenboek.nl... Of synoniemenboek of zo, van zo die boekjes. Dat wordt wel gedaan, hè. Ja. We hebben een liedje Rendezvous. En daar was ik echt op zoek naar rijmwoorden op een oe. Inderdaad, herinner ik mij nog. Passepartout. Potout. Houd je goed. Dus het kan, wordt het gebruikt. Het wordt taboe. Niet op neergekeken. Je ziet dat je de hele tijd met rijmwoordenboek zit. In het begin, de eerste jaren wel. Hè? Ja. Maar nu niet meer, nee. Nu zit het allemaal hier. Je kent het al van buiten natuurlijk. Ja, je kent het al. Zo. Rendezvous. Passepartout. Natuurlijk. Kakatoe. Benen toe vooral bij ons. Vind zou het iets voor jou zijn, zo'n schrijfkamp? Nee, zeker niet. Doen jullie ook zoiets met Studio Brussel, zo dat jullie een keer de Ardennen ingaan en zo denken over nieuwe radio-ideetjes? Ja, de Vlaamse Ardennen wel. Oh, de Vlaamse Brakel. Zo zei jullie dan, precies de Vlaams gezin. Brainstorm-sessie dan zo. Ja, op weekend met ons team ochtend. En toevallig kwam er ook iets uit. Wat zijn zo van die dingen? We zijn onlangs met onze luisteraars op weekend geweest. Het leek een soort van thuiscruise, maar dan gewoon met ons. En naar Centerparks, de Vossenmeren, maar leuk. Hadden jullie toen ook brainstorms met die luisteraars? Nee. Dat hebben wij bedacht op weekend. Dat we een keer op weekend moesten gaan met voor de luisteraars. Voor wie nog volgen kan. Hè? Want dus jullie hebben op een weekend bedacht dat jullie nog een keer op weekend gingen. Exact. Ja. Dus,
Chef, sinds kort hebben we hier eigenlijk een soort van vervolgverhaal. Klopt. In deze podcast. Elke week komt er een nieuw hoofdstukje bij. Onze avonturen met mevrouw Bongers, programmadirecteur bij Play Media. Vorige week hoorden we hier dat de meeting met mevrouw Bongers betreffende mogelijk derde seizoen van Achter de Schermen, dat was uitgesteld. En het is een echte true crime thriller hier aan het worden, want is er al schot in de zaak? Ja, we zijn dus vorige week op audiëntie geweest. Joris, je vraagt je waarschijnlijk af, hoe gaat dat eraan toe? Nee, ik dacht wel, wat is audiëntie? Wat rijmt daarop? Heel weinig, hè? Dementie, frequentie. Dus dan word je daar... Ik kan het toch wel? Ja, ja, goed. Ja, ja. Het zit er allemaal in. Ja, ja. Dus dan staat je eigenlijk te wachten aan het kantoor van mevrouw Bongers. En wie zit er daar dan buiten, terwijl jij er wat ongemakkelijk staat te schuifelen? Dat is inspecteur Chantal. Dat is eigenlijk de rechterhand, de assistant to the manager. Assistant to the manager. En die bewaakt eigenlijk de poorten naar het kantoor van mevrouw Bongers. En inspecteur Chantal die is zo heel goed in, terwijl dat mensen daar zo wat casual staan te wachten, zo, om dan zo wat... Small talk. En zo wat stiekeme vraagjes over je privé, of hoe gaat het in het team, wie werkt er tegen, wie werkt er mee, wat zijn de knelpunten, hoe gaat het thuis? Maar zo veel heeft, vragen ineens. Alle knelpunten wil ze weten. Kruisverhoor. En dat lijkt dan allemaal een heel gezellig, vrijblijvend gesprek met inspecteur Chantal, maar dat is natuurlijk... Die schrijft info, dat op, hè? Info die ze allemaal doorbrieft aan mevrouw Bongers, zodanig dat zij dan wat sterker staat in de onderhandelingen over nieuwe seizoenen, over contracten en zo. Dat is, zo gaat dat eraan toe. Knowledge is power. Knowledge is power, dat is een zo van ook de bij mevrouw Bongers. Hangt boven haar bureau. Ja. Maar goed, dus uiteindelijk zijn we dan toch ontvangen geweest, Pieter-Jan. Je werd erbij, hè? Ik was erbij, ja. Dus ik ben niet verbaasd. In het kantoor van mevrouw Bongers. En ze was in bijzonder goede luim. Ja. En dat is echt waar, want ze had juist de videoclip gezien van de kerstsingle van de Verhulstjes. Ja, dus Mieke Zevers, wij hebben die ook in preview. Ze heeft die dan ook laten zien aan ons. Maar goed, Maaike Kafmeijer die had ons vorige week, of nee, twee weken geleden, gezegd dat we heel goed voorbereid moesten zijn op die meeting. Ja. En dat waren we ook. Want we konden daar dan natuurlijk weer verblijden met het nieuws dat we op 1 stonden in de charts van Spotify voor de podcast. We mogen het nog een keer zeggen. Ja, en ook op 1 in de Apple podcast charts. Ja. De dubbel. Ja, dus de dubbel. Op dat moment hadden we de dubbel. Zo zegt dat bij... Is dat in de muziekwereld ook zo? De top zoveel en de top zoveel? En... Ja, de Vlaamse wilde het op. De grote afrekening. Afrekening, dat zien we om de zoveel maanden. Die komt dan binnen. Dan zijn of blij of niet. Voilà. En we hebben dan ook nog bij maar cijfers gegoocheld van deze afleveringen waren top, deze waren flop. Ja. En dan hebben we nog een paar intelligente slides getoond met wat argumenten waarom dat een derde seizoen van Achter de Schermen echt een goed idee zou zijn. Ja. En je zou dan denken dat mevrouw Bongers een gat in de lucht springt en dat hij zegt... 30 centimeter is misschien. Waar moet ik tekenen? Maar nee. Nee, helaas. Die is natuurlijk van zo'n danig kaliber dat hij haar niet laat leiden door emoties. Oh, ja. Nee, wil dat ook even laten bezinken. Ja. Geen emotionele beslissingen nemen. Nee. En dus we zijn eigenlijk dan richting uitgang, waar we al het gaan. Een beetje kop in de grond, toch? We hadden toch niet binnengehaald waarop we hadden gehoopt. Nee, maar ze zei dan nog voordat we buiten waren, zei ze van oké, jullie staan op nummer 1 op Spotify. Oké, jullie staan op nummer 1 op de Apple podcast. En ik heb hier een aantal interessante cijfers gezien. Maar hoe zit dat eigenlijk met jullie social bereik? Hadden we niet voorbereid. Dat dossiertje... Want ze had een belangrijk werkpunt, hè? Ja, ze zei... 8200 volgers op Instagram is niet genoeg om bij de Play familie te horen, eigenlijk. Voor 8000 volgers kom ik mijn bed niet uit, zei ze zelf. Harde woorden. Toen werd ze was op 3 ineens. Wij moesten snel afronden. Hè. Want je voelde dat hij daar op 3 was aan het komen. Hè. Ja, ze zei dus eigenlijk, 8000, ik kan dat niet verantwoorden aan de directieraad. Dat zou eigenlijk naar 10.000 moeten kunnen gaan. Dus hebben we dan eigenlijk ook een doel? Eindelijk hebben we een doel. Ja. Dus we streven naar die 10.000. Zeker richting onze kerstfinale, seizoensfinale special. Ik voel, de deur staat op een kier en het is aan ons. En het was weer watjes om ze open te stampen. Oppassen voor inspecteur Chantal, want die is daar net voor die deur. Ja. Nog niet op de verkeerde stand. Dus we staan 1800 volgers van een derde seizoen. Eigenlijk, dat is iets van niks. Hè. En dan net voordat we de deur nog dicht trokken, zei ze ook zo nog, dan riep ze eigenlijk jongens! Nog, wat ik ook echt heel belangrijk vind, is hele straffe mediageheimen. Dat is interessant, want... Achter de schermen.
We zijn beland bij het mediageheim van deze week. Het gevreesde item. Het gevreesde item, ja. Zeker voor de media-insiders, want die moeten dat mediageheim week na week leveren. Ja. En deze week ben jij dat, Fien Hermijns. Wat is present. Jouw mediageheim waar mevrouw Bongers van achterover zal vallen? Wel, ik had graag zelf mijn geheim onthuld, ja. Maar er was iemand mij voor. Oh. Namelijk Günter Lamoot. Ah, ja. Ik ging zelf uit de kast komen als kieken, eigenlijk. Ja. Dus hij heeft verteld dat ik in de maanden met een vee... Ja. Eiers, zei ja. hij ook. Ja, en dat is echt waar ook. Hè? Want het is een kleine samenvatting voor wie niet helemaal mee was. Ah ja, nee, er moeten even het seizoen voor terug beluisteren. Ja, hè? De afgelopen alle afleveringen beluisteren. En één ervan is met Günter Lamoot, die hier onthulde tot, ja. Ja, tot ons grote verbazing. Ja, ja, ja. Hè, want mijn broek zakte af toen hij dat onthulde. Dat je eieren legt in de maanden met een vee. Ja. En je zou ook... Paarse. Paars, mauve. Ja. Ja, ja, ja. Maar is dat een goede luim verteld? Dat is wel een hele goede luim verteld. Jawel, en in vertrouwen ook. En dat je zou aan het werken zijn aan een... kookboek. Inderdaad. En al twee recepten hebt. Hard en zacht gekookt. Ja, dat is goed. Dus dat hoef ik niet meer te vertellen. Nee, maar... Nee. Ja. Maar dan dacht ik misschien met mijn geheim mevrouw Bongers een keer goed op de kast te jagen. Oh, oppassen. Dus mevrouw Bongers is niet enkel bekend geworden dankzij jullie podcast. Ja. Want daarvoor, moeten we eerlijk toegeven, wist niemand van het bestaan van mevrouw Bongers. Wel, haar familie en zo. Ja, die wel. Ja, ja. Maar nu blijkt dat mevrouw Bongers jaren geleden haar intrede op televisie al heeft gemaakt. Ja. Ja. En hier gaan jullie van schrikken, hoor. Ja? Ah, ja. Kennen jullie de sketch nog van aan het gevangen verkopen wij konijnenbillen? Aan het gevangen verkopen wij aardappelkroketten? Kippenworsten. Maar wacht, dat is geen sketch, hè. Dat is een, nee, dat is een reportage. Ja. Een reportage. Qua tongen zullen beweren dat het een sketch is. Maar... Laten eens een stukje horen. Wat verkopen jullie allemaal? Aan het gevangen of? In het algemeen. Of nee, aan het gevangen misschien beter, ja. Wat? Aan het gevangen verkopen wij konijnenbillen. Goed duidelijk. Aan het gevangen verkopen wij kippenworsten. Voilà. Ja, en wat is daarvan? En dus de stem die je ook hoorde, de vrouw die polst. En kan het nu ook nog met zonder aan het gevangen? Nee, ja, maar wacht, je moet dat niet altijd herhalen. Ja? Ja? Dat is mevrouw Bongers. Nee. Maar. Echt waar? Dus eigenlijk is die beroemd en berucht geworden dankzij de legendarische scène uit Man bij het hond. We luisteren nog eens. Wat verkopen jullie allemaal? Aan het gevangen of? Wacht, het begint zo van aan het gevangen verkopen wij... Konijnenbillen. Ja, jullie herkennen daar nu ook, hè? Ja, ja. Ja, nu wel, ja. Ja, ja. Dus ze is ontmaskerd. Omdat zij dan vroeger reporter was bij Man met Hond. Ja, okay. En opgeklommen tot de grote tot mevrouw de, die ze nu is. De grand dame van, ja. van de commerciële media, inderdaad. Eigenlijk in het algemeen. Goed, ik vond het wel straf, hè? Ontluisterend. Ja. 1800 volgers bij, jongens. Ja, gaat. Ja. En dan zijn we nu gekomen aan het showbiznieuws, waarbij ik altijd het belangrijkste uit de vakliteratuur voorlees natuurlijk. Bart Kael die staat op pagina 4 en 5 van TV-familie met de titel Na jaren eindelijk de grote TV-comeback. Bart Kael, van wie wij en alle luisteraars van deze podcast, de Watjes, sinds vorige week ook weten dat hij eigenlijk Bart Gijsselink heet. Mm. Die is jurylid in de nieuwe show Starstruck. Vrijdag is dat begonnen op VTM en hij vertelt in TV-familie dat Starstruck in feite bijna een kopie is van de Soundmix Show. Ik lees voor. In feite is Starstruck bijna een kopie van de Soundmix Show, zo vertelt Bart. Maar met dat verschil dat er begin de jaren 90 nog geen shiny floors, nog LED walls waren. We hadden toen eigenlijk maar enkel een rookmachine. Nu treden er trouwens 3 imitators tegelijk op. Dat zal het voor de kijkers makkelijker maken om te bepalen wie goed is en wie niet. Oh. Kijken jullie vroeger naar de Soundmix Show? Ik kan me dat niet herinneren. Wat tijdperk? Dat is eigenlijk is dat een beetje van voor ons naar de tijd, dus het ging me verbazen. Maar Jeff, je bent natuurlijk niet enkel notoir cynicus, maar ook... Je bent notoir... ook redelijk oud. Ouderdom. Dus... Ik denk dat je de oudste bent aan deze tafel. Echt? Ja, klopt. Ja, van 88. 88. Ja. En jullie? Ik ben van 93. Echt? Ja. En jij, vriend? 95. Nee. Ja. Echt, jong? Wauw. 91, ja. Ja, kijk. Maar de Soundmix Show, Jeff, je hebt daar nog naar gekeken, hè? Ja, dat klopt. Want dat was dus een programma waar ik als klein manneke naar keek. En dat was met een legendarische cultjury, eigenlijk. Een cultjury? Ja, ik ga dat even uitleggen. Daar riepen ze dat ook. Hier is onze cultjury. Zeker. En dus cultfiguur 1. De cultfiguur 1 was Jos van Oosterwijk. Hè. Dat, ah. Die ken je misschien, Meteor. Dat is eigenlijk de grote man achter... De schermen? Nee, achter de schermen van Tien om te zien. Ah, ja. Dat was eigenlijk de baas. En die oorspronkelijke Tien om te zien. Die kon u maken of kraken in de Vlaamse muziekwereld in de jaren 90. Ja, cult, ja. Dan cultfiguur nummer 2 was Fred Becky. Dat was eigenlijk de Vlaamse Paul McCartney. Dat is zo... Seven horses in the sky. De Pebbles. De Pebbles, de zanger van de Pebbles. Ah, ja, okay. Voilà. En dan cultfiguur nummer 3 was eigenlijk Misha Mara. Dat was een roodharige zangeres uit de jaren 70. Ook nog naar het Songfestival geweest. Bekend van de hit. Ja.
Ja. Van de hit. Ik heb het geweten. Ik heb het geweten. Ik heb het geweten. Dat was nog een demo ook, dat ze ergens had op de kop kunnen tikken. Ja, Misha Mara. Nee, die pas eigenlijk echt bekend werd na de legendarische quote uit de Buiten de Zone. Misha Mara, 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 Mara. Voorbereid. Kultpresentator ben je wel een beetje. En het is eigenlijk over die Misha Mara dat ik eigenlijk een supergoeie anekdote heb. Om mevrouw Bongers te plezieren. Ja, een soort van mediageheim dat ik denk, als ik dit vertel... Oké, okay, fire away. Er twee eigenlijk. Dat is eigenlijk al een extra. Ja, okay. Ja. Wil je gewoon niet zeggen dat hij niet echt Misha Mara heet? Hoe heet hij echt? Ja, denk ik wel. Ik hoop van wel gewoon, hè. Lijkt voor zonder mevrouw Mara. Misha Mara, wat is er van haar? Ik kan het opzoeken. Dus... Het moet ongeveer het jaar 94, 95 zijn dat er bij ons werd aangebeld aan de deur in Erpen. Erpen is onderdeel van Erpenmeren. Ja, dat is een dorp nabij Aalst, gelegen in de Denderstreek. De Denderstreek, ja. En waar ik ben opgegroeid en de bel ging. En mijn papa en ik, ja, wij deden samen open. Ik weet dat nog goed, van alle twee naar de deur. Wie zou het zijn? Heel speciaal. En wie stond daar voor de deur? Misha Mara. Misha Mara. Ja, echt waar. En helemaal van slag. Zo, die zegt, hallo, ik ben Misha Mara. Ik verkoop snoepjes. Nee, en die vroeg de weg. Ergens naartoe. Ja. Ergens naartoe. Ik moet naartoe. Ja, dat ben ik vergeten. Ik heb het geweten. En, ja, mijn papa heeft die weg dan uitgelegd. En dan is ze vertrokken. En dan is ze weggegaan. Ja, dan is ze weggegaan. Dat is de anekdote eigenlijk. Ik moet erbij gezegd, dat was eigenlijk nog voor de tijd van de GPS'en. Ah, ja. Goed, waarom waarschijnlijk verklaard dat ze de weg vroeg. Ja. Voilà, dus dat is toch denk ik wel een sterke anekdote die ons als podcast van de anekdotiek toch op de kaart... Het verantwoord weer die nummer 1 plaats natuurlijk. Ja. Waarom mensen hier aan willen luisteren. Ja. Zeg, Misha Mara, mag ik even zo terugkomen? Ja, natuurlijk. Ja. Aldegonda, Angelina, Francisca... Lippes. Wat? Aldegonda? Meer cult dan Misha Mara. Misha Mara is beter. Misha Mara beter, ja goed. Nu, in de Soundmix Show, daar waren allemaal... In de Soundmix Show zongen deelnemers live liedjes van bekende artiesten. Hè. Vrij podium op tv eigenlijk. En Bart Gijsselink, die we ook kennen als Bart Kyle natuurlijk, vertelde overigens in tv-familie ook nog wie hij zelf goed kan nadoen, namelijk Eddie Wally. Hij vertelt, ik doe dat soms nog tijdens mijn shows. Maar veel jonge mensen weten vandaag de dag eigenlijk niet meer wie Eddie Wally is. En oh ja, ik kan ook goed Willy Nasus. Ah, dat zegt hem waarschijnlijk Marie-Jeanne of hoe is dat? Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar natuurlijk, ik weet, je doet graag imitatiewedstrijdjes op Studio Brussel. Ja, maar dat is nooit van mensen. Dat is van dieren eerder. Just, ik heb dat gezien. Ja, als het mensen zijn, dan is het een pasgeboren baby. Dat vind ik een hele goede imitatiewedstrijd. Wil je dan nog eenmaal voor de fans van achter de scherm nog een keer je... Maar niet kijken, hè. Jullie moeten naar ergens anders kijken. Vandaag is het hem niet. Het is toch eerder een soort ezel. Maar ik snap het wel. En jullie? En wij? Ja. Kan jij niet goed? Ja, maar wacht, chef kan goed een klein kindje nadoen, toch? Ja, ik ben een kindje. Ik wil spelen. Wil je met mij spelen? Dat is beste. Ja. Zo kan een psychopaat zo worden later. Zo klonk jij toen Misha Mara aan je deur stond. Waar moet jij naartoe, Misha? Naar het dorp. Wil je weten met die auto? Pas toch niet met dat gezicht. Dat hè? Oké, goed. Genoeg gelachen. Goed genoeg, hè. Want het blijft wel het nieuws, hè. Het blijft wel het nieuws, natuurlijk. Voor de luisteraars die nog steeds meevolgen in de magazines, we gaan nu naar Dag Allemaal, pagina 4, 5, 6, 7 en 8. Wow. Ja, pardon? Want daar staat pagina breed Jimmy Frey, 84 jaar. Kennen jullie Jimmy Frey nog? Saragossa? Van de bekende hit Saragossa. Saragossa. Maar Jimmy Frey is vooral teleurgesteld over hoe er niet meer over hem gesproken wordt. Dat las ik in Dag Allemaal. Op 6 pagina's. Op 6 pagina's, ja. Ik ben echt heel ontevreden. Hij vertelt, in overzichten van de Vlaamse muziek word ik over het hoofd gezien. En als ik interviews met andere artiesten lees, wordt er nooit iets over mij gezegd. Aldus Jimmy. Ik word echt achteruit gestoken. Christophe gaf onlangs een interview over Wiltura. Daarin zei hij wel iets over Willy Sommers bijvoorbeeld. Maar over mij? Geen woord. Ook andere zangers, mijn vroegere collega's, zwijgen over mij. Dat vind ik jammer. Oesh. Het is misschien een oproep, Meteor, als collega-zanger, om even iets te droppen over Jimmy Frey. Okay, of op schrijfkamp te vragen. Ja, dat misschien wel, ja. En gewoon over hem als persoon. Mm-hmm. Ja, ik ken hem niet. Nee. Het is wel jammer, want Jimmy Frey is wel helder over zijn verdiensten. Hij vertelt, als er op een feestje ambiance is, dan komt dat door twee nummers. Ah. Laat de zon in je hart van Willy Sommers
en toch ook wel Saragossa van mezelf. Dan staat de zaal op zijn kop. Bij mijn optredens vroeger was dat ook altijd zo. Ik was een showman, hè. Ik smeet me op het podium, zwierde met de microfoon in het rond en trok hem dan snel terug in mijn hand. De techniekers hadden hun werk met mij. Ja, er sneuvelde wel eens een microfoon. Het publiek... Met de techniekers? Ja, zo. Oh, shit. Het publiek genoot ervan, met volle teugen. Ze zouden mij de kleren van het lijf gescheurd hebben, als ze konden. Maar het is eens gebeurd. Twee mouwen uit mijn kostuum, zeg. Amai, zeg. Dat is toch een ongelooflijk verhaal. We kijken hem eigenlijk echt over het hoofd. Ja. Is er ook ooit al een microfoon bij jou gesneuveld? Een stuk tand. Een stuk tand. Dat is helemaal iets anders, maar door de microfoon... tegen te bonken. Het idee alleen al. Tot te emotioneel of zo. Zo mijn eerste geluk. Ja. Zo, oh, ja. Nee, ik zing altijd met mijn mond echt tegen de microfoon, alsof ik me ga opeten, verslinden, sensueel ook wel. Ja, maar het kan zijn gevolgen hebben. Ja. En konden de mensen dat in de zaal dan ook heel leuk horen? Ik heb dus een baard, hè, dat zie je er wel. Ja, als ik de micro iets dicht hou, dan frutselt zit er zo wel een haartje in de microfoon. Ah, ja. Als je dan zingt... Ja? Oh, sorry. Als je dan zingt, dat voelt heel raar. Dat is net zoals of je een kale man... Of een kale vrouw, kussen geeft op het hoofd en er staat zo één haartje nog op, dat zo niet goed geschoon is. En dat kittelt heel onduidelijk. En dan moet niezen. Dus heel veel gevoelens tijdens zo'n concert. Zo. Ja. Maar nog met die tand, heb je dan verder opgetreden? Ja, dat hebben we ook natuurlijk. Als show must go on. Heb je hem dan eerst opgeraapt en in een pochetje gestoken? Het was dus echt een mini-stukje. Hè? Ah ja, oké. Ik zou het zelfs niet vinden. Het is niet dat hij ineens eigen schuld zorgt op de klinken. Jeff en ik zijn elke vrijdag te gast bij de ochtendshow van Studio Brussel, mogen we zeggen. Hè? Ja. Daar ben jij ook vaak aanwezig. Soms, ja. We hebben daar een muzikaal rubriekje, waar we zo nog een keer op een muzikale wijze iets over de pechvogels van de week. De pechvogels van de week, een hart onder de riem steken. Doen we al een paar weken, maar er is ons iets bij opgevallen. Mm-hmm. Omdat we bezig zijn over microfoons. De eerste keer dat wij daar waren, hadden jullie zo een headset-microfoon aan jullie hangen. Dus waarmee jullie kunnen rondlopen. Ja. Maar dan nu, de laatste paar weken, hadden jullie terug zo van die klassieke, typische radiomicrofoon. Microfoons van die bollen die aan zo'n grote arm hangen. Ja. En dan de techneut in mezelf vraagt zich dan af... Hunk? Wat is er gebeurd? We hebben een nieuw logo. Ja. Dat weten jullie ook. Ah. En de vorm van het logo is... Een microfoon. Een plofkap voor daarop te zetten. Ah. En toen besliste de directie plots... Ja, maar dan kunnen jullie niet meer met die headset presenteren. Ah, oké. Okay. Tenzij dat jullie terug zo'n grote bollen aan Dat zou dan zo klinken, denk ik. Dus we zijn terug overgeschakeld naar de goede oude microfoon op een arm. Marketingoverwegingen. Ja, en ook Thibaut en ik hebben al wel een keer af en toe onze klachten geuit over de headset. Oh, want dat doet soms pijn achter de oren gewoon. Dat is het maar. Ja. Als dat daar 3 uur zit elke dag, dan begin je dus wat eelt te kweken. Dus jullie hebben eigenlijk liever de traditionele radiomicrofoon. Dus wij doen terug folkloristisch van de plofkap. Ja, want de plofkap is natuurlijk voor de P's en de B's. En nu dat toch over die techniek bezig zijn, zo'n radiomicrofoon, is dat eigenlijk hetzelfde type microfoon als waarmee jij zou inzingen? Een inzingmicrofoon is anders, ja. Wat is het verschil? Kostprijs waarschijnlijk, denk ik. Van die dure dingen dat je in een studio hebt staan, dan klinkt dat beter. Want je hebt een thuisstudio, hè? Ja. Toch? Zeker wel. Ja, is dat dan echt zoals Bazaar? Die hebben ook zo'n Antwerpse studio waar ze alles in opnemen. Maar is dat voor jou ook voor je hele album op te nemen? Of is dat zo voor meer... We hebben daar het album opgenomen. Ah, ja, toch? Ja. Ja, dat is wel... Want is dat zo met van die eierdozen aan de muur? Nee, dat is, dus er is daar iemand bij mij thuis langsgekomen. Dat is achter een mini bijgebouwtje. Was vroeger een bureau van iemand. Ja. En daar hebben ze dan helemaal geluidsdicht gemaakt. Heel knap. Ja, man. En nu kunnen we daar eens opnemen. Maar heel knap eigenlijk. Ja, dat is wel speciaal. Maar het is gewoon keigemakkelijk. Dus je staat op. Koffie en gestrompeld naar de studio. En dan komen de vriendjes naar daar gereden en dan kun je het daar opnemen. En is dat dan eigenlijk ook zo, als je zo dan met zo'n Nederlandse artiest een duet inzingt? Ben je altijd samen als je dat inzingt? Of is dat ook soms dat je zegt, ik zal mijn stukje al inzingen, ik stuur het op? Dat gebeurt wel inderdaad, dat je niet samen bent of zo. Nee. Ah, ja. Ik zou dat wel heel tof vinden, moest dat wel gebeuren. Bij Emma Heesters bijvoorbeeld een liedje, hebben we dat wel kunnen regelen dat we samen waren. Maar bij de anderen is dat niet zo gebeurd. Hè. Nee. Kun je ook zelf de studio bedienen van, ik zit hier met een idee in mijn bed, ik ga vlug even opnemen? Ah, nee, ik ken daar echt niks van. En wil je dat niet leren? Ja, ik wil dat niet leren. Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee. Vin, ken jij het technische verschil tussen die microfoons? Want je hebt nog een diplomaatje daarvoor. Of zo. Ik heb een klein diplomaatje. Een microdiplomaatje. Ja. Ja, heel klein. Ik heb dat wel ooit geweten, want dat was echt een vak, zo audiotechniek. Ja, en dat weet ik niet meer, maar ik durf wel soms te beweren dat ik de studio op de VRT beter ken dan de technische kabouters die je moet bellen als er iets mis is. Oh, ja. Dus vaak bel ik al niet meer.
Want dan kan ik het zelf oplossen. Maar wat loopt er dan zo mis? Ja, maar dat zijn dan van die moderne panelen en er zitten dan layers op. Dus de A-laag, de B-laag en de C-laag. Ja? En dat verschuift ook heel een tijd, want andere mensen willen daar andere dingen op zetten. Iedereen heeft zoals zijn... Maar je bedoelt de layers op de schuifknopjes. Wat dus nu ga ik heel technisch doen. Ja, maar doe maar. Dat is achter de schermen. En je kunt dat dan reloaden en daar andere dingen opzetten. En ik weet dat nog, niemand anders begrijpt dat, maar ik heb gewoon ooit eens de moeite gedaan om dat te begrijpen. En dus nu ben ik een beetje de master. De microfoon staat op layer 1, de muziek op layer 2. Nee, dat blijft altijd hetzelfde. Ja, maar dus als er dan een DJ komt, dan moet dat ook op een schuif die, waar dat je makkelijk aan kunt. En dan verdwijnt de verkeersschuif ineens. Dan denk ik, godverdoemen. Ah, ja. Dus dan ben ik al met Hajo Beekman aan het praten en dan zie ik ineens, verkeer staat niet op de schuif. Oh. Dus dan begin ik 87 knoppen tegelijk in te duwen, die layers te veranderen en daar toch een nieuw kanaal op te zetten. Ja, zonder dat iemand dat doorheeft. En ik blijf dan maar praten, want die bodem staat dan ook naar mij te kijken alsof er een trein passeert. En dan is dat opgelost en niemand heeft dat uiteindelijk doorgehad. Dus daardoor dat soms de verkeerde jingles worden gespeeld, want ik denk dan altijd, ondertussen weten die presentatoren toch waar ze zitten, maar soms zijn die gewoon weg dan die jingles. En dus als we echt heel lang lullen met Hajo bijvoorbeeld, dan is dat omdat ik de verkeersschuif ineens kwijt ben. Ah ja, oké. En deze microfoons, dat is als radiomicrofoons of meer naar zangmicrofoons? Dus ik zal het onthullen, want mensen zitten nu al heel de tijd te wachten. Ah, ja. Wat is nu eigenlijk het antwoord? Dit zijn dynamische microfoons, zoals bij de radio. En er wordt ingezongen op condensermicrofoons. En het verschil zit hem echt dat die veel duurder effectief zijn. Ja. Omdat die ook veel gevoeliger zijn. Die hebben bijvoorbeeld ook extra... Zeker voor die gevoelige nummers van Meteor. Ja, dat is goed, ja. Die hebben een grote frequentiebereik. Dus die pakken veel meer frequentie binnen dan zo'n dynamische microfoon. Maar dat is dus... Wacht, hè. Ja, als je dat dus doet, met een inzingmicrofoon... Zal dat nog veel... Condens, ja, dan is dat heel luid. Ja. Dus nu snap ik het. Dus ik wist echt oprecht en vandaar dat was. Dat ook in gecontroleerde omgevingen, zoals een studio, met wat jij net omschreef als eierdozen aan de muur moet hangen. Als wij hier allemaal met van die inzingmicrofoon zou zitten, zou je heel veel achtergrondgeluid nog mee oppikken. En zou eigenlijk ook helemaal niet goed klinken, doordat dat superdure microfoons zijn. Over het inzingen van zo'n liedjes. Je hebt onder... dat stond op HLN of weet ik wel wat. Dan over het liedje... Dan is het waar. Nee, dan is het waar. Nee, maar het is echt waar, denk ik. Want over het liedje Eigen Schuld heb je verteld dat je dat maar 2 keer hebt ingezongen. Ah ja. Omdat het emotioneel was om in te zingen. Dat is waar, ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Je zingt dan en iedereen zit daar in tranen of... Moet ik het echt visueel voorstellen? Ja. Ja. 2 delen opgebouwd. Neem ons even mee. We hebben het schrijversdeel, waar ook de producers zitten op te nemen. En ik sta dan het deurtje ernaast. Deurtje toe, raamke. Achter zo'n raamke, helemaal alleen. En ik kijk dan op mijn tuintje. En het gaat dan over eigen schuld, dus relatie, kapot, finito. Ja. Veel verdriet op dat moment. Okay. Effectief, ik lach nu niet, maar dat was ook echt. Nee. Wij gingen dat liedje inzingen, maar ik heb wel voorhand gezegd van dit gaan we niet te veel inzingen, want het moet echt zijn. Ja. Je kunt een lied, heel eerlijk, je zingt dat soms 20-30 keer in en dan kiezen ze tegenwoordig, we zijn nu in deze tijd, de beste takes en wauw, prachtig gedaan. Ja. Maar daar hebben we 2 keer ingezongen, omdat ik dat zo wauw. Ja. Stel nu dat dat niet helemaal top was gezongen, had ik dat nog zo gewild, denk ik ook. Het lijkt nu rust. Het is niet opgezongen, maar we hebben het toch uitgebreid. Dat vind je dan, want het is nu niet dat een ongetraind oor gaat nu niet zeggen van oh my, dit is slecht ingezongen, zeg. Dat weet ik niet, dat gaan we nog zien. Nee, maar ik vond dat de emotie moet daar zijn. Want op het einde zit er zo'n stukje, hebben we dan even naar geluisterd. We hebben er naar geluisterd, ja. Dan op het einde zit dan een stukje waar dat even de stem... Zo gezegd, wat breek of wat... Oh, ja, dat is dus niet zo gezegd, dat is effectief zo. Ja. Dat is het moment, ik ga dat nooit vergeten. Dus ik heb zo'n robotje, dat rijdt zo het gras af en toe. Ja. Dat was dat moment. Passeert dat robotje dan? Ja, ik was heel emotioneel. En ik begon ook zo echt te schreeuwen natuurlijk. Dat is ook gewoon effectief zo. En toen dacht ik van, en toen stonden wij hier in de tuin en dat robotje begon zo te rijden. En ik zeg, dat robotje stond toen tegen ons te rijden. En we aan het kussen waren, ja. Dat was een beeld dat ik zag zo plots een prachtig beeld en toen brak ik helemaal. Okay. Ja, door middel van het robotje eigenlijk. Oh, dat is weer een verhaal, jongen. Ja. Ze willen het zien, ze willen het horen. Ja. En doe je dan ook zo al de nu heb je het eerder over de lead vocals, maar dan tijdens de refrein heb je dan backings. Ook nog de backings. Doe je die ook zo dan? Ja. Dat vind ik het leukste eigenlijk. Ja? Ja? Dan is zo de druk van het inzingen, want het moet goed zijn, is er dan af. En dan kunnen de backings en dan kunnen all the way gaan. En dat begint ook direct veel beter te klinken. Hè? Een keer iets backing vocals heeft, dan is het zo heel vol. Ja, hè? Ja, dat is waar. Voor het refreintje. En links en rechts inzingen, doe je dat ook zo? Links en rechts inzingen? Een dubbel. Ja, dat is waar. Wat is de dubbel? Wat is dat? 2 keer zingen gewoon. Dus je zingt iets. Ja? En dan zingt nog eens 6 dubbel. En waarom moet een dubbel kunnen zingen? Ja, inderdaad, voor links en rechts de boksen. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Altijd, zing nog maar eens een keer. Het is omdat je dan het ene stuur je naar links en het andere naar rechts in je stereo-opname. Ja. Waardoor dat het veel voller klinkt. En waarom is dat niet hetzelfde? Dan gaat het een robot klinken. Dus dan klinkt het zo net iets anders. Maar je hebt een veel voller gevoel.
Je hebt dat in bijna alle poprefreintjes zitten. Oké. Okay. Dubbel. Dat is waar, hè, toch? Ja, ik moet altijd alles dubbel zingen. Ja, voilà, voilà, kijk. Ja, voilà. En dan doen de producers dat voor. Maar dat is enkel voor de backings. Nee, dit gaat over lead vocals. Ja. Lead ook. Ja, ja, er worden altijd twee versies gebruikt. Ja, in refreintjes heel vaak, ja. Nu zakt je broek af, hè. Daar zit mijn broek vanaf. Kijk, voilà. Meer wil ik er niet over kwijt. Nee. Ik heb eigenlijk op de verkeerde jingle gedrukt, want het is tijd voor... Oh, nee. Ook niet. Het is tijd voor... Ze hebben aan uw dinges gezeten, hè. De layers. De layers. De grote prijskamp, Jeff Bronder. Inderdaad, ja, de grote prijskamp, Chef Bronder. Mm-hmm. Moet ik wel zeggen, de jingle, die heb ik zelf ingesproken. Ja. Maar ik krijg soms wel van mensen te horen, die jingle klinkt zo lelijk amateuristisch. Ja. Ja. En die doet pijn aan onze oren. Ja. En nu dacht ik, hebben hier echt een goede zanger in huis. Mm. En we hebben juist alles geleerd over inzingtechnieken. Ja. Jonas Gernaert heeft ook al eens een jingle voor mij ingesproken. Ja. Misschien is het leuk als zanger Meteor deze jingle kan reproduceren, maar dan op de Meteor-manier. Ja. Okay. Dus het is een wonder. De grote prijskamp, Jeff Bronder. Ik heb het professioneel ook met twee piepjes gemaakt, dat je weet wanneer dat begint. Daar gaan we voor take 1. Het is een wonder, de grote prijskamp, Chef Bronder. Mooi! Wow. Ja, dat was sowieso. Ja, ik vond dat heel mooi. Een dubbelke, even een dubbelke doen? Ja, toch. Dan mag ik twee keer hetzelfde doen. Oké, daar gaan we. Wat had ik gezongen? Oké. Het is een wonder, de grote prijskamp, Chef Bronder. Mooi. Wow. Zoiets? Ja, ja, oké, ik ben benieuwd. Als nu dat robotje voorbij was. Ik zag dat robotje passeren. Dank u, heel mooi, zanger Meteor. Heel graag gedaan. Emotioneel moment. Maar vertel een keer over die prijskamp. Ja, dus vorige week gaf Otto-Jan hier een paar supercoole fans weg die hij nog had gedragen in zijn programma. Amai, zeg wauw. Mm. En wat moesten de mensen doen om dat paar schoenen maat 44 te winnen? Ja. Dat was, omdat Meteor is niet alleen de koning van het Vlaamse lied, maar ook de koning van de intro natuurlijk. Ja. De intro waarin hij iedereen bedankt. Ja. En daarom hadden we een oproep gelanceerd waarin de mensen Meteor eens zouden bedanken. Ja. En zoals dat vaak gaat met onze wedstrijden, wordt dat dan massaal gedaan. Ja. En zo ook nu weer. En ik heb tussen al die massale inzendingen de allercreatiefste en de allerbeste inzending gekozen. Ja. Eentje maar. Ja. Die wint, hè. Ja, dus alleen het beste is goed genoeg. Die hebben gestuurd. De massale inzending. Dat is echt mega massaal. 13 is mega massaal. Ja, veel, nu moeten we wel zeggen dat de opdracht misschien niet zo heel duidelijk geformuleerd was. Ja, dat is waar. Want de persoon heeft het eigenlijk niet gezegd, maar gezongen. Hij kon hem niet houden. In de melodie van het eindlied. Ja, creatief. Wat creatieve invulling. Moet ik het laten horen? Ik zou misschien wel een zakdoekje bijnemen, want het is vrij emotioneel. Ja, het is eigenlijk de allerbeste wat we ingezonden hebben. Is het hier? Nee, oké. Daar gaan we. De podcast achter de schermen staat dan wel op 1, maar voor Meteor valt iedereen in zweem. Het komt doordat hij sympathiek is en heeft engelen geduld. Dus daarom zeg ik Joris, sorry eigen schuld. Gelukkig is jouw echte naam Joris en niet Piet. Dus daarom blijf je koning van het Vlaamse lied. Dat was het. Mooi. Ik val ervan in zwem. Zweem. Is dat officieel een term daar? In zweem? Maar dat is wel zo. Zwijm ken ik. Ja, nee, dat is echt zo zweem. We kunnen het goed. En dus die wint een paar schoenen, hè? Ja. En heeft hij maat 44? Heeft hij maat 44? En anders... Je voeten een keer in een diepvries steken, dat helpt altijd. Wat kunnen de watjes van de week winnen? Ja, dat hoor je mij al vragen. Hè? Ik had zelf iets voorzien en nu blijkt dat Meteor ook iets voorzien heeft. Ja. Omdat dat nu een nieuwe traditie is, omdat Otto-Jan zijn eigen schoenen had meegebracht. We beginnen al die A-listers dingen mee te brengen. Ja, ja. Zie je, maar dat is fantastisch. Alles over aan elkaar. Ja. Ik heb dus een mok mee. Ja. Mok dat mee. En er staat op 1 cappuccino. 1 cappuccino is eigenlijk het eerste lied dat ik ooit geschreven heb. Okay. Toen ik nog niet met muziek bezig was. Dit is totaal niet wat Meteor nu is qua sound. Dus je kunt deze mok winnen. Hola. Wow. En ik heb daar echt al heel veel koffie uit getrokken. Het is een beetje een tweedehands. Het is echt een persoon. Het is niet meer verkrijgbaar. Het is, je kunt er eigenlijk heel veel geld voor Je kunt dat nergens kopen. Nee. Ja. Het staat ook op het nieuwe album. Op het nieuwe full album. Voor te lachen, die krijgen ze er ook bij. Dus het is een Meteor pretpakket. Ja. En wat moeten ze daarvoor doen? Ja. Wel, binnen 2 weken is het onze grote seizoensfinale. Ik heb gezegd vorige week dat we vergevorderd stonden met enkele kleppers van formaat, A-listers, om langs te komen.
ik moet mijn gast terugtrekken. Oh. We staan terug bij af. We hebben nog geen namen, dus ik heb inspiratie nodig. Wie moet er naar de grote finale komen en waarom? Vooral waarom, want wij moeten dat argumenteren. Ja. En dan kunnen we dat volgende week hier bespreken. Ja, en dan kunnen we zien wie Jimmy Frey? Ja. Jimmy Frey? Ah, nog eens te noemen. Dat is ook wel nog. En Dingske, hè? En Misha Mara, om te vragen wat het verhaal nu de grote seizoensfinale met Jimmy Frey en Misha Mara. En dan kun je... Niet slecht. Ongelooflijk. Je luistert nog steeds naar de meest speelse mediapodcast uit het Vlaamse gewest. Achter de schermen. En dan zijn we aangekomen aan de vragen van de volgers. Jeff, zijn er vragen van de volgers? Nee. Dat is goed. Ja, er zijn enkel vragen van het volk en die wil ik wel even overlopen. Ja, sorry, ja, mis altijd. De eerste vraag is nog maar net binnengelopen en die is van Jimmy Frey. Wat vind je van mij als Vlaamse zanger zo in het algemeen zo? Oh, er zijn maar twee nummers die mij echt opwarmen. Dat is Laat de zon in je hart en Eigen schuld. Dus dat is vervelend eigenlijk. Oké, mooi. Jelleke Stront vraagt, wat is het... Ja, die man bestaat blijkbaar. Ja, die vraagt, wat is het hekste dat je ooit al meegemaakt hebt met een fan? Amai, dat is eigenlijk een goede vraag. Daar kan ik zo niet echt op antwoorden. Ik weet het niet. En Fien? Fien, wat is het gekste? Oh, ik heb eigenlijk een heel tof verhaal met een fan. Oh. Mag dat ook? Ja. Het is een beetje gek ook. Het was wel een gek. Ja, het moet wel de moeite waard zijn, want mevrouw Bongers luistert mee. Ik zal het kort houden. Het was op Rock Werchter. Dit jaar? Ja. Oh, op Lama, recent. En dus, op Rock Werchter, ik ga er geen doekjes om binden. Je komt van het VIP-terras. Oh, ja. En dat is wel een special entrance. Dus enkel Roel van der Stukken, want je koopt er altijd tickets voor het VIP-terras. Ja. En nog enkelingen komen dan via die uitgang de wei op. Ja. En daar stond een meisje en die draait zich om. En die doet zo de dubbele kijk. Oh, ja. Van, zie ik dit goed? Ja. En die behandelde mij alsof dat ze Beyoncé zag. Oh. En dus normaal vragen mensen dan gewoon heel, heel droog. Oh, mag ik op een foto? En dit meisje vroeg, amai, mag ik u een knuffel geven? En dus ja, effectief, wij dat knuffelen, mocht. Want ze zag er ook best normaal uit. En hygiënisch. Ja, ze begon eigenlijk allemaal lieve dingen te zeggen. Ik vind u zo goed en zo, ben zo blij dat jij bestaat. En ineens barstte die in tranen uit. En dus dat werd echt... Ja, ik voelde dan zo wat warme tranen stromen over mijn schouder. En die begon gewoon echt... Nee, maar ik vind dat zo zot dat ik u ontmoet. En dat is hier gewoon zo leuk om te zijn. En ik zie u dan ineens. En ik heb ook mijn regels. En dat vond ik... Ik ga dat gewoon nooit vergeten, want ik vond dat bloed eerlijk. En toen voelde ik mij toch even... Dat is toch even een natvoendum gaan drinken aan een toog. Ja, wel, vond ik van... echt heel graaf eigenlijk. Dat en dat... ook een beetje gek. Ja, voilà. Tegelijkertijd. Dus het klopt eigenlijk perfect. Okay. Beter antwoord als Meteor. Ja, toch wel. Bram E. vraagt, is het waar dat je ambiancegewijs je armen niet meer in de lucht kon steken omdat je te gespierd was? Amai, waar vinden mensen dat allemaal? Dat was waar, ja. Is dat een vraag voor Meteor? Maar dat is helemaal in het begin, Ja. In het begin, ik was eigenlijk gezondheidscoach, dus personal trainer heet dat dan ook. En ik was gefreakt door... We hadden zo een clubje met stoere vriendjes allemaal. Ja. En we zaten altijd in de fitness. Maar stoere vriendjes? Ik de stoere vriendjes zaten. Met een stoere vriendje. Maar dan wel zo met een peperkoekenhartje, zo toch? Ja, de blijdertjes. Dat type. Ruwe bos. Nee, dat waren de mannen bij die bij de special forces wilden gaan en zo. En we gingen altijd mee trainen, maar ik moest ook een beetje sportief zijn. En toen begon ik met muziek. En de eerste keer dat ik op een podium stond, dat was eigenlijk bij Clouseau als voorprogramma in Nederland. Ja. En dan was het zwaai mee. Oh, en ik voelde dat niet echt goed ging. Ik was zo niet lenig of zo. En dat t-shirt wilde er ook niet mee. Ja, zo. Dat is zo'n beetje gelijk dat manneke van Tic Tac. Dat is zo met drinken. Sorry. Terug naar het verhaal. Je kon niet zwaaien. Zo van, je riep dan zwaai maar met die handen. En dan maar dat zag er gewoon niet. Het ging gewoon. Omdat je een te gespierde rug had. Maar dat was ook wel echt overdreven. Dat was echt... Runskop. Ja, het was wel echt los erover, blijkbaar. Maar dat was het eigenlijk. Ja. Hebben ze ook geen toffe vragen of zo? Ja, oké. Siska? Ja, dat is niet nu, geen toffe vraag dan. Ja. Ik zal eerst een toffe. Nee, jongen, doe dat Siska dan. Nee, maar ik weet niet over wat het gaat, maar ik ga ze toch stellen. Ja. Er staat, zou Fien kunnen helpen om de veten tussen Stijn van de Voorde en Meteor te verzachten? Hebben wij een veto? Dat weet ik niet, dus ik vraag het hier. Ik val ook uit de lucht. Iedereen valt uit de lucht. Heeft u ooit ook niet in de podcast zo heel over de intro, denk ik? Ja, ik zeg het, ik krijg dat doorgestuurd, maar... Er is heel veel gelach met een intro en ik snap het volledig. Maar het is wel het eerste liedje dat je draait dus op Stubru. Hey, ik heb daar vorig jaar €50 voor betaald bij de warmste week. Om die vier keer te horen of zoiets. Ja, €50 per keer ook, ik was niet alleen. We hebben echt gedokt. De disc dummy zat dat toen gevraagd had, ik weet het niet. Ik sta daar deze aan mee op de warmste week. Ja. Ga je het daar spelen? Intro? Nee. Speelt je dat nooit live? Daan speelt dat live, hè? Ja.
Maar op zijn manier natuurlijk. Ja. Maar jij speelt het nooit live. Nee, ja. Nee, ja. Nee, dat was ook weer zo'n stom idee. Ik ben soms koppig en ik wou iedereen bedenken. En ik heb het nu onlangs nog eens gehoord en dacht van... Maar de essentie, daar de kunnen essentie we niet omheen. Goed, die is wel schoon. Het is ook echt oprecht. Hè? Ja, ja. Maar zou je niet nooit in de Daan-versie live spelen? Maar Daan doet dat. Hè? Ik maar zou ik jij kan dat niet... Nee, ik kan niet wat Daan kan. Ja, ja. Hij heeft het Sportpaleis bij ons zo geopend. Hè? Dus het Sportpaleis is geopend met de intro. Het Sportpaleis. Ja, dat was de bedoeling. Maar, maar Daan die durft zo als last minute zeggen van... Nee, toch niet. En dan hebben we toch wel gefilmd. Dus het is thuis opgenomen en dat hebben we uitgezonden. Ah ja, cool. En dan zijn we gekomen aan het eindlied. Nee. Ja, toch wel? Nu al. Waarin we nog een keer op snedige wijze de mediaweek fileren, hè, natuurlijk. Dat is het snedige filet. Vandaar mijn bijnaam als snedige filet, natuurlijk. Eindelijk komt hij tot zijn recht. Heeft iedereen een leuk tekstje voorbereid? Ja. Ja. Ja, het is zelfs zo, mogen we het zeggen, dat singer-songwriter Meteor een dubbelke gaat doen. Een dubbel? Ja. Altijd een Want dubbel. Want jij had er twee verzorgen. Ja, ik was dan begonnen met tekst schrijven en zo. En... Je hebt zelfs gezegd dat je die gisteren in half dronken toestand hebt geschreven. Ja, het was eigenlijk officieel al vandaag. Dus 00.00 was al erbij. Was gepasseerd, ja. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. 5 Mia-nominaties. Voor Meteor. Dat vind ik toch echt wel bijzonder knap, hoor. Maar helaas negeert men daar al 16 jaar op rij de nog steeds erg geliefde Living Legend Jimmy Frey. Ja, het was weer wat. In de Vlaamse media. Weer vrouw Jacot Brokke is echt heel intelligent. Er is bijna niemand die voor haar geheimen kent. Wat weet je over Joris van Rossum? Heel moeilijk is dat niet. Zij is natuurlijk specialist in meteorologie. Achter de schermen. Dat is goed. Achter de schermen. Ja, het was weer wat. In de Vlaamse media. Voor de podcast doe ik steeds veel research naar de gast. Maar van de gevolgen daarvan was ik verrast. Oh. Want mijn coole imago heeft een zaakje voor. Oei. Mijn Spotify Wrapped stond daardoor vol met Meteor. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Ik had gisteren een feestje, volledig per totaal. Ik schreef nadien dit lied al kotsend in de hal. Ik wil jullie vertellen dat ik blij ben hier te zijn. Zij aan zij gezeten naast een mooie Fien Germijn. Achter de schermen. Ja, part one. Ja. En dan komt neer. Met die Meteor. In de Vlaamse media. Met die Meteor werden wij genomineerd. 5 categorieën, dat is echt wel niet verkeerd. Nee. Ik kijk dus ook weer uit naar de bakken vol kritiek. Leg nu eens de focus op de schoonheid van muziek. Ja! Achter de schermen. Ja, de bakken van kritiek staan hier al. Dat is heel goed. Dat verloopt nog mee. Het was weer waar. In de Vlaamse media. Amai. Mooi, mooi. En eigenlijk ook weer emotioneel, een emotioneel momentje toch eigenlijk. Toch wel. De robot was er. De robot ging er voorbij. Mooi. Prachtig. Ik wil je oprecht en hoogst persoonlijk bedanken, Meteor. om hier vandaag te zijn. Ja, dank goed, je wel. Dank. En natuurlijk ook de media insider Fien Hermijns. Mooi. Hartelijk bedankt. Het is graag gedaan. Ja? Ja. Oh, oké. En ik bedank natuurlijk ook Jimmy Frey voor zijn algehele carrière. Eigenlijk. Ja, en zijn zijn. en ook natuurlijk Jeff Bronder. Je was er ook weer. Je was weer present. Alweer evident. Volgende week zijn we er weer. Ja, ja. Met een nieuwe aflevering. Dat is altijd op woensdag. En natuurlijk op GoPlay of in je favoriete podcast-app. Wauw. Vind ik mooi hoe dat jij dat doet.